Miss Exclusive is na 3 edities een van de grootste missverkiezingen van het land. De eerste bijeenkomst van de meisjes was in het productiehuis waar de commercial werd opgenomen voor Live TV. De meisjes hadden een bijzonder drukke agenda. Make-up-artiesten Sharad Sri en Tamta Make-up verzorgden de visagie in functie van de fotoscoop en de video-opnames voor de commercial. Voor velen onder hen was dit de eerste ervaring in een professionele omgeving. Ter plaatse werden ook de juwelen van partner Silver Rose geselecteerd. De dames kregen ook een microfoon aangereikt om aldus de allereerste pasjes in de media te zetten. Miss Exclusive 2013 Jessica van der Velde beet alvast de spits af. Hier wordt dus de visagie gedaan, zoals u kan zien. En Sophie, wat vindt u al van vandaag? Ik vind het tot nu toe al een leuke ervaring. Ze hebben mij al mooi gesminkt. Zelfs moet ik nog voor mijn haar gaan, dus tot nu toe is het al wel leuk. Hallo iedereen, ik ben Cornel de Lotteren en welkom bij Miss Exclusive. We zijn nu bij de eerste dag en ik ga jullie een keer rondleiden. Ik ben Sarah Barati en met wat zijn ze nu bezig? Met haar, ze gaan er krulletjes in leggen. Ben je zenuwachtig? Goh, ja, ik denk dat altijd wel een beetje zenuwachtig. Denk, als je weet dat op tv gaat komen en zo, dat je wel zenuwachtig bent, maar ik ga ervoor. Waarom doe je mee aan Miss Exclusive 2014? Ik vind dat een leuke ervaring. Ik ben jong en het was eens leuk om iets nieuws te doen. Allee, ja. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets doe als een fotoshoot in een close-up. Er gebeurt hier echt van alles. Waarom doe jij mee aan Miss Exclusive? Wel, vooral voor de ervaring natuurlijk. Het is echt heel erg leuk en wordt echt in de watten gelegd. Ik ben afkomstig uit Oostende en ik ben dus uiteraard ook finaliste van Miss Exclusive. En ik ben hier dus ook voor de opnames en de fotoshoot. Vervolgens duiken de meisjes de studio in. De cameraman stuurt hen bij waar nodig en enkele dames dromen nu al van het kroontje. De weg is echter nog lang en voor het eerst ervaren de jonge dames dat zo'n shoot ook best wel hard te werken is. Yeah.
Tussendoor interviewen de meisjes elkaar om zo hun band te versterken en ze voor te bereiden voor een eventuele carrière in de media. Hoe kwam je bij het idee om mee te doen aan zo'n misverkiezing? Ah, wel, een vriendin heeft me mij voorgesteld. In het begin was ik gewoon een beetje aan het twijfelen. Maar toen ze de activiteiten en zo zei en al die dingen te gaan vasthangen, was ik echt ermee weg. Dat is echt fantastisch. Amai, wat voor leuke activiteiten komen er dan bij kijken? Vandaag moesten we een filmpje maken, moesten we bewegen en zo. Eigenlijk voor ons voor te stellen aan het publiek. We werden vandaag ook geïnterviewd zoals nu. We hebben een fotoshoot gehad. Ik wil vooral veel ervaring opdoen, nieuwe mensen leren kennen. En zien wat ik allemaal kan. Ja, dat is wel plezant, denk ik, hè? Ja, ook nieuwe mensen leren kennen en zo. Ik heb vandaag de meisjes voor de eerste keer gezien en het valt echt super goed mee. Nee, ja. Zou ik winnen, zou ik het altijd heel leuk vinden, maar als ik nu win, voor mij is het oké. Okay. Ja, ik heb heel toffe mensen leren kennen en het is hier echt een tof omgeving om hier te zijn. Ik heb gehoord van Miss Exclusive, van mijn vriendinnen. En zij hebben gezegd tegen mij dat ik er zeker aan moest meedoen. En zo ben ik hier geraakt. Tot slot moeten de dames de audiostudio in om nog zelf enkele teksten in te spreken. Hallo, ik ben Emily van Houten, 18 jaar oud en afkomstig uit West-Vlaanderen. Ik studeer economie moderne talen en combineer dat met competitiedansen. Hallo, mijn naam is Kimberly, ik ben 19 jaar en ik woon in Den Rauten. Ik studeer verzorging en in mijn vrije tijd... De som van dit alles leidde tot deze spot. Hallo, mijn naam is Sarah. Ik ben 17 jaar en woon in West-Vlaanderen. Ik zit op een sportschool in Brugge waar ik mij specialiseer in dans. Hoi iedereen, ik ben Sarah Baratti, 19 jaar, woon in Oostende in West-Vlaanderen. Ik zit in mijn laatste jaar Digital Arts, Film en Entertainment in Brugge. Hallo, mijn naam is Luana Gandatson. Ik ben 16 jaar en woon in Genk. Als studierichting volg ik haarzorg. Hallo, ik ben Valerie Klaas, ik ben 20 jaar en ik ben afkomstig van Limburg. Mijn hobby is tennis. Hallo, ik ben Jasmin Piraars, ik ben 16 jaar oud en kom uit Sint-Truiden, provincie Limburg. Mijn grootste passie is dansen. Hey, ik ben Delphine Axis-Smiley, ik ben 20 jaar oud, ik woon in Braschaat. Momenteel studeer ik marketing aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hallo, ik ben Emily van Houten, 18 jaar oud en afkomstig uit West-Vlaanderen. Ik studeer economie moderne talen. Hallo iedereen, ik ben Landrin, ik ben 23 jaar, woonachtig in Herentals. Ik ben een zorgkundige, ik werk in een rusthuis te Herselt. Hallo, ik ben Jolien Morie, 24 jaar en afkomstig uit Oost-Vlaanderen. In het dagelijkse leven ben ik kleuterleidster. Hallo, ik ben Laura Geneviève van Boven, ik ben 17 jaar en woon in Leebeke in Oost-Vlaanderen. In mijn vrije tijd ben ik gepassioneerd door fotografie. Ik ben Femke Voets, ik ben 16 jaar, ik kom uit de provincie Antwerpen. Ik studeer verzorging. Hallo, ik ben Sylla Noronli, ik ben 19 jaar en ik woon in Leebeke in Oost-Vlaanderen. Ik studeer verpleegkundige. Hallo, ik ben Amber. Ik ben 18 jaar en ik woon in Aertswalden. In mijn vrije tijd hou ik van zwemmen en reizen. Hallo, mijn naam is Aurélie. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Leopoldsburg, een plekje in Limburg. Momenteel studeer ik de richting kinderzorg. Hallo, ik ben Kimberly. Ik ben 19 jaar en ik woon in Den Rauten. Ik studeer verzorging. Hallo, ik ben Chiara. Ik woon in Vlaams-Brabant. Ik ben 17 jaar en ik studeer voor schoonheidsspecialisten. Hallo iedereen, mijn naam is Cornel de Lodderen. Ik ben 17 jaar en ben een ros-echte West-Vlaamse. Ik zit nu momenteel in mijn laatste jaar toerisme. Ik ben Naomi de Grieze uit West-Vlaanderen, Kortemark. Ik ben 19 jaar. Mijn hobby's zijn dansen en cheerleading.
Hallo, ik ben Alexandra, 23 jaar en woon in Kortrijk, provincie West-Vlaanderen. Ik studeer toegepaste psychologie in Gewestbrugge. Hallo, ik ben Kirsten Beks uit Limburg, meer bepaald de Maaskant. Ik ben 17 jaar en ik studeer toerisme. Hallo iedereen, mijn naam is Jamie Lagnot. Ik ben 20 jaar en afkomstig uit de provincie Antwerpen. Ik heb gestudeerd als kapster. Hoi, ik ben Sophie. Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Sichem, Vlaams-Brabant. Ik werk bij de politie. Hallo allemaal, mijn naam is Jada. Ik ben 18 jaar en ik kom uit Genk. Ik speel al 7 jaar toneel. Hey, ik ben Letitia Weitz en ben afkomstig van Beverlo, uit Limburg. Volgende week in Miss Exclusive 2014. Ik wil het vroeger op. Echt goed.